Als het hart kon denken, stond het stil. Deze zin werd geschreven door Fernando Pessoa, een van de belangrijkste Portugese dichters ooit. En dat is meteen de eerste uitspraak van deze week. Goedenavond en welkom bij het Eenzame Hartenbureau, een programma waar jij en ik, gewone burgers dus, en ik voel me ook een gewone burger, over onze gevoelens kunnen praten. Er zijn twee grote veranderingen buiten 27 jaar geleden. Ten eerste, ik heb telkens een co-presentator en vandaag is dat Lieven, professor Lieven Allemans. Welkom in de studio, Lieven. Dank u. Ja, professor moet ik eigenlijk zeggen. Hè? Nee, Lieven. Och, ik. Ja. Goed, ja. En het is geen radio. Het is radiotelevisie en je ziet mij. Ik weet niet of dat dan bevorderlijk is voor de luisteraar en voor de kijker. Wat denk je? Natuurlijk is dat bevorderlijk. Oh, de mensen zien het totale plaatje, de body language. Dus. Ja, ja. Je bent een hele lieve man. Ja. Dat zeg ik mijn vrouw. Oh ja, oké, okay, goed. Wat blijft in deze tweede reeks van het Eenzame Hartenbureau is de hele mooie muziek. En met het eerste nummer gaan we direct knal schieten. Welkom, Jean-Pierre Bouwens. Wat heb ik opgeschreven over jou? Mijn voorbereiding. Jean-Pierre kwam een tijd geleden in de belangstelling omdat hij ging boksen om geld in te zamelen voor zijn zwaar autistische broers. GP gaat die elke dag samen met zijn moeder verzorgen. GP heeft nu een sportcentrum en dat heet Boxen Wood. Dokter COVID-19 worden hij en zijn hulpbehoevende familie financieel getroffen. Dat heb ik opgeschreven. Klopt dat, wat ik geschreven heb? Ja. Okay. Ja, juist de naam, het is niet goed. Goed. Oké, okay, spel het nog eens. W-O-E-F-T. Ja, okay. Ah, woest. Ja, mooi. Kunnen de mensen het opzoeken op internet. Nu, wie is de zaakvoerder van jullie twee? Beiden. Hoe worden jullie, jullie zijn nu al 5 maanden dicht. Dus er komt ook geen geld binnen, denk ik. Amper. Hoe zwaar treft jullie dit? Vooral mentaal, hè. Financieel ook, maar dat is de zaak. Maar mentaal heb ik het heel lastig dat de mensen kunnen zien dat wij niet thuis zitten. In plaats van 6 op 7 eigenlijk werken. Dat is lastig. Doe maar, Lieven. Ja, wel, we zien in ons onderzoek dat heel veel mensen, dus zeker in die fase december, heel veel mensen bijna de helft aangeeft dat ze inkomensverlies hebben geleden. Maar we zien daarnaast ook neerslachtigheid, angst, eenzaamheid, zelfs bij mensen die niet alleen zijn. Hè. Dus gewoon omdat men die sociale contacten mist natuurlijk. Hè. En we zien ook een sterk verband tussen hoe men zich voelt op het werk. Wanneer men dus op het werk, wanneer het minder goed gaat, gewoon omwille van de omstandigheden van de crisis, dat dat uiteraard ook impact heeft op het geluk van de mensen in hun leven in het algemeen. Dat is ergens logisch natuurlijk. Hè. En ik denk dat zij dat juist ook bevestigen. Hè, ik denk dat veel zelfstandigen die nu kijken, zeker gedacht hebben van, dit halen we niet, hè, financieel. We gaan de zaak moeten sluiten, we gaan failliet moeten gaan. Hebben jullie dat ooit gedacht dat het zover zou komen? Goh, de eerste lockdown, denk dat iedereen gedacht dat we van 2 maandjes aan het eind vanaf. Het was ook zomer, dus we hadden iets van, weten, laten we van een tijd gebruik maken om nu wat boven de punt te zetten met de zaak, al een aanbod uit te werken. Dus op zich was dat ook positief. Hè? Had ook perspectief. Hè? Ja. Maar nu is dat een drama. Hè? We zitten al 5 maand bijna vast. Er is niet echt een perspectief. Dus nu kunnen we ook echt wel angst krijgen van we gaan toch niet over kop gaan. En dat is de eerste lockdown. Ja, nu, die virologen die op televisie, sorry dat zijn jouw collega's professoren,
die vallen over elkaar met meningen en veronderstellingen enzovoort. Hebben jullie ooit de indruk door die overkill aan informatie en soms ook heel onduidelijke informatie, dit gaat misschien wel nooit over, die pandemie, want het vaccin is niet 100% sluitend enzovoort. We gaan ons altijd aan regels moeten houden. Denken jullie dat soms? Of niet? Ja, dat schiet af en toe door ons hoofd, maar we hebben Junior meer dan ik van opgelaten. We lezen ook niet meer alles wat er komt, we zien wel dat er komt. Ja. Want het wordt erg dadelijk van links. Het is te veel, hè? Ja. Ja, ik heb dat opgelaten. We zien wel wat er gebeurt. Ja. Je moet echt wel je vraag opkoppelen van je privéleven. Vandaag dacht van de omgeving. Ja, men ziet, dat is natuurlijk een zeer ernstig virus en het is normaal dat het veel aandacht krijgt en dat het ook ernstig moet genomen worden. Maar men vergeet wel eens dat er inderdaad twee soorten slachtoffers zijn. De slachtoffers van het virus, maar daarnaast ook de slachtoffers van de maatregelen. En zoals we al hebben gezegd, met inkomensverlies, sommige mensen komen echt in de armoede terecht. Maar ook mensen die depressief worden, mensen die zich heel eenzaam voeren, neerslachtig enzovoort. Dus dat vergeet men eens. En die cijfers die zijn veel minder bekend. En daar zouden we meer aandacht moeten aan geven om uiteindelijk toch naar een evenwicht, vroeg of laat gaan we toch naar een evenwicht moeten komen. Want zoals het nu is, is het niet vol te houden uiteraard. Debbie en Jean-Pierre, de professor zei in het begin van de uitzending dat aan de hand van zijn onderzoek heeft hij ontdekt dat de mensen zich nu punten gegeven hebben hoe ze zich voelen, hoe gelukkig of ongelukkig ze zich voelen. En de Vlaming geeft zichzelf 6,2 op 10. Hoeveel geven jullie jezelf als gelukkig zijn, barometer? Het is heel leuk, je hebt het daar is het geluk nu, en ik ben er echt gelukkig. Toen dat veel niet mentaal nu, dus dat zit even. Maar we proberen dat los te koppelen van het geluk in onze privé. Maar dat is toch en daar proberen we de kleine geluksjes een beetje met alle talen, waar daar ons geluksignaal iets hoger ligt. Wat zijn dan wat zijn dan de kleine gelukjes tussen jullie twee? En dan gaan we maar in detail, uiteraard. Oh. Wat is dat? Nee, dat ga ik niet doen. Ach, kijk. Ja. Wat je vond, we schaken nu elke avond. Daar kunnen we lopen van schaken. Ja, en ook bijvoorbeeld als een keer een tapatje klaarmaken. En dat ook op kleding op het raam zouden gaan. Ja. Samen posten. Maar hoeveel zou jij jezelf op 10 geven, Debbie? En hoeveel zou in het algemeen? Ja, in het algemeen zo. Ja. 6,5. Toch wel, ja. Ja. Hm. Oké, en GP? Ik ben een beetje meer 8. Ik ben ook 8 even. Ik ben altijd wel gelukkig als mijn madame dat vindt. Dus ik kan die met... Nee. Dat is ook een mooie, hè? Ja. La la la. Ja, dat is ook wel... Nu, je sprak daarnet ook over dat het toch wel een financiële impact heeft. Is dat dan, gaat dit dan zo ver dat je bijvoorbeeld andere producten gaat kopen in een supermarkt of een andere goedkopere supermarkt kiest? Of grijpt dit dan zo? Ja, let sowieso. Zowel in de supermarkt. Hoe kopen we echt niet in de plaatjes om te kijken wat een promotie staat? Ik moet mezelf ook niet iets kopen van kledij. We doen dat ook niet, gewoon omdat we het gaan gebruiken voor 5 maanden. Dus we letten echt wel op. Ja. Ik moet je bekennen, professor, ik heb zelf ook tijdens de pandemie de Aldi ontdekt. Mm-hmm. Omdat er toch ook wel wat minder inkomen was. Ja. Komt dat ook voort uit jouw onderzoek? Oh, nee. Is het herkenbaar? Wat wij wel zien, is dat er over het algemeen een heel sterk verband is tussen inkomen en geluk. Dus wanneer het inkomen meer precair wordt, dat mensen dan gemiddeld ook minder gelukkig zijn.
Maar we zien wel, en zij zijn daar een goede voorbeeld van, dat er ook mensen zijn die in hun werksituatie niet gelukkig zijn en toch proberen in hun privésituatie daar afstand van te nemen en toch elkaar, ja, elkaar, bij elkaar de warmte en de betrokkenheid toch te vinden en te voelen en op die manier er toch het beste van te maken. En dat zie ik bij hen heel sterk aanwezig. Maar zij zijn een mooi en sterk koppel, hè? Ja. Ja. Ik heb nog een laatste vraagje. Ik heb nog een laatste vraagje. Totaal buiten het gesprek. Debbie, wat vind jij de beste eigenschap van Jean-Pierre? En de hele dag? Laat haar spreken. Is zijn zorg voor mij, echt. Ja? Dat is dus mooi. Bijvoorbeeld, zeg maar, ik zit nu s'avonds in de zetel, en ik zeg van, wel, hij zegt niet. Hij zegt, ik ben met de hond gaan wandelen en dan komt hij heel naar de nacht en komt hij met een heel goed. Ja. En Jean-Pierre, wat is haar beste kwaliteit? Nee, juist wel. Ik ben nog steeds op een klein moment. Ik had nog een keer naar een rap met koffie of met eten. We verstaan jou slecht, maar we begrijpen het ongeveer. Ja, ja. Het is liefde, hè? Dat is liefde, de meest beschermende factor tegen eenzaamheid is natuurlijk een zeer goede intieme relatie hebben. Dat komt op nummer 1. Dat zijn andere factoren die meespelen, want er zijn ook mensen die alleen zijn en toch niet eenzaam zijn. Maar toch de meest beschermende factor tegen eenzaam zijn is een zeer goede intieme relatie. Het was een... ik hoop dat jullie erdoor komen. Dat hoop ik echt uit de grond van mijn hart. Ik denk dat jullie dat wel weten. En blijf van elkaar houden op deze manier. Het is hartverwarmend om jullie te zien. Echt waar. Professor Allemans, nogmaals welkom. We kennen elkaar al een tijdje, hè? Ja, dat klopt. Inderdaad. Dat klopt. Je hebt de reden waarom dat jij hier zit, is omdat jij een onderzoek gedaan hebt naar de psychische gesteldheid van de Vlaming. Nu, je bent geen psycholoog, je bent een... Ik ben eigenlijk oorspronkelijk gezondheidseconoom. Ja. Dus we houden ons bezig met de gezondheid van de mensen en hoe dat we zoveel mogelijk mensen gezond kunnen krijgen met de beschikbare middelen. Precies. Maar ik ben dan opgeschoven naar welzijn. Dus gezondheid is belangrijk. Welzijn gaat nog iets breder. Hoe goed voelen we ons in ons vel? Ja. Je hebt mensen die gezond zijn, maar toch niet gelukkig zijn. Dus wij willen echt onderzoeken hoe krijgen we zoveel mogelijk Vlamingen en Belgen eigenlijk gelukkiger. Direct de dolk nemen en recht in het hart steken. Hoe gelukkig of ongelukkig voelen de Vlamingen zich nu? Wel, het is een beetje een toeval. Wij waren gestart in februari met de nieuwe fase van ons onderzoek. En dan kwam plotseling die crisis. Dan hebben we gezegd, ja, we gaan doordoen. We hebben dan ook in maart de mensen bevraagd, ook in april. En nu een volgende in december van 2020. En het is pas in december dat we echt een klap gezien hebben in het gemiddeld geluk van de mensen. Dus we zien nu dat... Wat maakt dat eens concreet? Ja, we gebruiken daarvoor een methode. Dat we vragen de mensen, beeld u een ladder in met traptreden van 0 tot 10. 0 is eigenlijk op de grond en 10 is de hoogste trede. Punten geven op 10. Dus. Ja, voilà. En 10 is het best mogelijke leven dat men zich kan indenken. En 0 is het slechtst mogelijke leven. En... gemiddeld zit dat zo tegen de 7 aan, wat dat ook al niet schitterend is. Maar dat is nu gezakt naar 6,2. Dus voor alle duidelijkheid, buiten de pandemie... Ja. Voelt de Vlaming zich rond de 7 op 10? Ja, tegen de 7 aan. Nog niet dus. 6,7, 6,8, daar ongeveer. Dat is inderdaad, inderdaad. En nu is het gezakt naar 6,2, maar wat we vooral zien is dat... 6,2. Ja, het aantal mensen dat 5 of minder scoort, dat was al ongeveer 1 op 5 van de Belgen. We hebben het eigenlijk onderzocht, gemiddeld voor de Belgen. Ja. Daar is weinig verschil hoor, tussen Vlamingen en Walen. En ongeveer 1 op 5 was ongelukkig. Nu is dat al 1 op 3 bijna geworden. Dus dat is het aantal mensen dat ongelukkig is ook toegenomen. We zien meer neerslachtigheid, we zien meer eenzaamheid, we zien meer angst. De reden waarom dat u hier ook zit, hè, wat mij betreft dan, dat ik vind... De virologen zijn ganse dagen aan het woord. Mm-hmm. Hè? En dat mag. Hè? Maar over... welzijn, over psychische gezondheid en gezondheid liever. En wat die pandemie doet met de mensen, met hun
voel ik mij al dan niet gelukkig. Daar wordt IJzona niet over gesproken. En vandaar dat ik dit in de media wil brengen. Nu, voordat we verder doen, want we gaan praten met mensen, gewone burgers, zoals ik al zei in het begin van de uitzending. Ik heb wat te zeggen. En het is iets speciaals. Ik ga er trouwens een briefje voor nemen. Een maand geleden heb ik op VTM, en ik moet naar de brief kijken, een programma gezien, Missen Call Center. Ik kwam daar toevallig op terecht. Dat zijn ex-Miss België, missen, hoe moet ik dat uitspreken? Ex-Miss België? Whatever. Ja, ze zijn met een zestal. En die hebben een beeld getoond van een mevrouw, ze noemt Trui Verduin. En haar zoon is overleden aan 22 door een ongeluk. En die mevrouw maakt stenen met de naam op van haar zoon, Vincent noemt hij. En ze geeft die mee aan mensen die op reis gaan. Zodat die zoon symbolisch over de ganse wereld kan zien. En dat heeft mij op dat moment zo gepakt dat ik dacht van, ik ga Trui uitnodigen. Het is absoluut niet het format van de uitzending van het Eenzame Hartenbureau. Maar ik vond dit zo pakkend dat ik dacht, die vrouw moet die steen hier in de studio komen leggen. En Trui, ik verwelkom jou. Voilà. Welkom. Ja. Hoe voelt het aan om hier te staan? Om hier te staan, een beetje raar. Ik ben dan niet gewoon om in de schijnwerper te staan. Mm-hmm. Maar als ik over mijn zoon kan praten, dan zeg ik nooit nee. Ik heb jou gebeld en gezegd van jouw zoon en de steen die hij symboliseert, dat staat voor alle jonge mensen die te vroeg het leven hebben moeten afgeven. Hè. Ja. En ik beloof jou dat die steen hier alle uitzendingen van het Eenzame Hartenbureau zal liggen. En weet je wat? Dit is het hart van het Eenzame Hartenbureau. Mm-hmm. En ik ga dat hart hier leggen. En daar mag die steen opkomen. Dat lijkt me heel... Ja. Maar wil je die stolen aan de camera? Dat Vincent te zien is? Oké, goed zo. Ja, het is in orde, denk ik. Hè? Ja. Zo. Heb je nog contact met Vincent? Dat is misschien een rare vraag. Maar... Nee, ik zeg Vincent. Maar allee, oh ja, sorry. De twee worden hun genoemd. Ik heb dagelijks contact met hem. Zonder hem zou ik hier niet staan, denk ik. Is dat zo? Ja. Ik denk dat wel. Ik denk dat hij het is die mij kracht en moed geeft om verder te gaan. Om dingen te doen die ik anders niet meer zou doen. Ik heb nog een dochter en een man. Een man en een dochter. Die vragen natuurlijk ook aandacht. En ik denk, moest Vincent er niet zijn, dat ik die aandacht niet meer zou kunnen geven. Ik denk dat hij mij die kracht geeft. Ik praat tegen hem. Ik vraag dingen aan hem. Mijn man en mijn dochter doen dat trouwens ook. Mm-hmm. Is altijd aanwezig. Ja. Ik ben nu geen... zoals ik gezegd heb, ik ben geen psycholoog. Maar we zijn al een paar jaar bezig met dat geluksonderzoek. En dan zien we dat zo'n gebeurtenis, een kind verliezen, is zo ingrijpend dat mensen gewoon voor de rest van hun leven daarmee zitten natuurlijk. Maar wat dat heel belangrijk is dat je er kunt over praten. Daar zijn... Veel mensen die zeggen van inderdaad, een kind verliezen dat sterkste dat er is. Maar als ze dan praten of iemand ontmoet die een kind heeft verloren, dan zwijgen ze daar in alle talen over. Terwijl dat misschien juist goed is om er te kunnen over praten. En dat was ook het eerste dat je zei als je binnenkwam. Ja, als ik over Vincent kan praten, dan neem ik die gelegenheid te baat. Ja. En ik denk dat dat echt wel essentieel is. Dat is een angst die er al van helemaal in het begin in zat. Van op een... Op een moment gaan ze Vincent vergeten zijn. Ja. En dat wil ik echt niet. Voor mij is hij er altijd en ik wil dat de omgeving dat ook weet dat hij er altijd is. Ja. Want het is een feit dat
hoe verder de tijd gaat, hoe minder er nog over gesproken wordt. Wij moeten altijd, allee, meestal zelf eerst aangeven of zijn naam een keer noemen. Ja. En dan wordt er wel een keer over gesproken, ja. Ja. Ze zeggen dikwijls van, als oudere mensen sterven, dan zeggen ze, ja, kijk, dat is de natuur enzovoort. En ze leven verder in hun kinderen, in hun kleinkinderen. Maar eigenlijk zorg jij dat je zoon verder leeft in u, hè, met jij bezig bent. En ook wat dat je doet met die steen, dat is zo belangrijk. Toen mij denken aan Vincent Leus, dat is de vader van Emilie Leus. Dat is een student, eerstejaar geneeskunde, die jaar geleden overleden is door een ongeluk. En Vincent heeft dan een fonds opgericht, Fonds Emilie Leus, juist om aandacht te vestigen, om actie te ondernemen tegen dronken aan het sturen. Want Emilie is eigenlijk overleden door een dronken chauffeur die haar heeft doen verongelukken. En dus dat is ook zo. Daaraan zie je, die doet dat ook om Emilie te laten verder leven, ja, eigenlijk. Hè? Mm-hmm. Ja. Laatste vraag. Hoe ben je op het idee gekomen? Op het eigenlijk fantastische idee om hem op een steen te schrijven, zijn naam op een steen te schrijven. Ik weet niet zo goed hoe ik moet uitdrukken, maar oké, het komt wel aan, denk ik. En dan aan mensen mee te geven die op reis gaan. Ja, het was een ingeving. In 2013, het jaar voor Vincent verongelukte, waren wij onze tuin aan het aanleggen. En we hadden zo'n klein plaatje nog. En Vincent zei, daar zouden zwarte keitjes moeten komen. En ik dacht, nee, ik zie dat echt niet graag, zwarte keitjes. Maar het jaar erop gingen we naar het tuincentrum. Vincent was ondertussen gestorven. En ik grabbel in die bak met zwarte keien en ik haal er een kei uit, echt in de vorm van een hartje. Die kei ligt nog altijd in mijn auto. En dan hebben we beslist, we gaan die keien in onze tuin leggen. En op de eerste herdenking was ik aan het zoeken, ik wil de mensen iets meegeven als aandenken. En mijn idee viel op die keien. Dan nog niet direct met het idee van die mensen gaan dat meenemen op reis. Maar dan, mijn man ging op reis, alleen. Ik kon op dat moment nog niet weggaan. Mijn man ging naar Brazilië, naar een optreden van de Rolling Stones gaan kijken. En ik zei hem, neem dat steentje mee en leg, geeft dat een mooie plaats. Echt zo. En hij heeft dat dan aan dat Christusbeeld kunnen leggen. Mooi. En sindsdien, dan zet ik dat op Facebook. En sindsdien is die steen beginnen reizen bij iedereen. Kijk, hij is aangekomen hier bij Ment en in het Eenzame Hartenbureau. En we gaan hem koesteren. We gaan hem altijd op het hart leggen. Elke uitzending gaat hij hem zien. Oké? Goed. Dank u wel. Trui. Dag, hè. Dank u, Dijden. Debbie is een jonge alleenstaande mama die extra moet opletten voor COVID-19 wegens een hartprobleem, genetische aanleg. Toen ze vooraan in de 20 was, heeft ze een zware hartaanval gekregen. Is dat allemaal juist wat ik gezegd heb? Ja, buiten de leeftijd. Ik was juist 30. Ah ja, oké. Maar dat maakt niet weinig verschil. Lieven, ask away, als je wil. Hoe is dat voor jou, Debbie, om met die ziekte om te gaan met COVID-19? Zeer tittig. Want je mocht zo geen contact hebben met mensen. Je mocht maar als alleenstaande om twee knuffelcontacten hebben. En ik heb geluk dat mijn papa dan eigenlijk ook risicopatiënt is. Maar toch, nu hebben ze hier in België beslist dat kinderen ook tot die knuffelcontacten behoren. Dus het wordt heel beperkt ook, hè. Ja. En je moet overal opletten, hè. In de winkel, als je aan de schoolpoort staat. En overal is even goed veel volk, hè. Ja, leid je daaronder dus onder wordt die... Wel heel... Onder dat minder contact, voel jij je daardoor minder goed? Ja, toch wel. Je merkt het wel. Want, weet je, mijn dochtertje is continu bij mij, wat ik niet erg vind. Maar je snakt wel naar volwassenen. Of je wilt met volwassenen kunnen babbelen, maar je mocht niet, hè. Ja. Omdat zij nu ook behoort in een bubbel dan, hè, mijn dochtertje. Ja. Dus het wordt eenzaam met momenten natuurlijk. Hè. Ja. Ja, en het probleem is als je bij een risicogroep hoort, is er eigenlijk een dubbele uitdaging. Enerzijds moet je constant opletten van, ik mag niet besmet geraken, want dat zou dan wel eens ernstige gevolgen kunnen hebben bij mij. En ten tweede,
als uw ziekte ook moet opgevolgd worden, dan zien we dat sommige mensen heel veel schrik hebben om naar het ziekenhuis te gaan. Om te zeggen, ja, ik heb een onderliggend probleem, misschien dat ik in het ziekenhuis kan besmet worden. En dan zie je dat sommige mensen ook noodzakelijke zorgen niet meer durven gaan vragen, omdat zij schrik hebben om ook daar besmet te worden. Dus dan zit je bij een dubbele uitdaging. Natuurlijk, wat wel kan, gelukkig, is dat men andere mensen kan ontmoeten buiten. Dus dat je zou kunnen zeggen, ik ga iemand ontmoeten in een buitensituatie. We houden ook afstand en we kunnen dan toch een babbel slaan, volwassenen onder elkaar. Ik weet niet of dat bij u kan, Debbie. Ja, gelijk ik net zeg, gelijk in de schoolpoort zie je verschillende ouders en daar kun je wel even babbelen, maar dat duurt natuurlijk ook niet lang. Hè. Of je kunt eens wat gaan wandelen met een van de mama's die dan eigenlijk mee aan de poort staat, maar ja, dat is dat dan ook. Hè. Ja. Hoe hou je het eigenlijk vol, hè? Ik vraag me dat eerlijk gezegd over mezelf, over mijn eigen leven ook wel af, hè? Want bedoel, ik woon single. Ik woon single. Ik werk ook thuis. Ja, dan heb je het wel, hè? Dus mijn grote uitstappen zijn professor De Leijze, de apotheker. Debbie, jij lacht maar. Maar dat Debbie daar zei van... Debbie ziet andere mensen aan de school. Waarom lach jij met mij, Debbie? Nee, zomaar gewoon hoe het eruit kwam. Moest ik me lachen. Oké, goed, ça va. Ja, maar het is wel de waarheid wat ik zeg, ja. Ja, dat is ook zo. Het is een beetje triestig, ja. Ja. Het komt erop neer van toch mensen te zoeken waarmee je geregeld is contact kunt hebben. Dus bijvoorbeeld wat dat je daar gaf als idee, Debbie, van je komt andere ouders tegen aan de schoolpoort, van te zeggen van, als je zin hebt, gaan we dit weekend eens een wandeling doen samen. En van dat proberen ergens toch te onderhouden, dat dat niet maar eenmalig is, maar dat je geregeld toch met iemand kunt afspreken, zodanig dat je dat sociaal contact toch blijft behouden. Wat ik wel geleerd heb, Debbie tijdens de pandemie, is toch meer open te zijn tegenover mijn vrienden en vriendinnen. En te zeggen van, kijk, zo voel ik dat aan. Er zijn momenten geweest, vooral in de eerste golf, dat ik toch wel eventjes donkere gedachten kreeg. En dan heb ik dat gevraagd rondom mij. Ja? En dat bleek dan helemaal niet zo uitzonderlijk te zijn. Mm-hmm. Dat mensen zo denken van, oei, ja. Hè? Mocht ik nu morgen niet meer wakker worden. Ja. Mm-hmm. Heb je dat ooit gehad, Debbie? Nee, dat wel niet. Er zijn wel dagen geweest dat ik dacht van, hoe moet ik dit verder doen? Ja. Maar echt zo donkere gedachten niet, omdat ik mij wel op kan trekken aan mijn dochtertje. Ja. Weet je, dat is dat zonnetje in mijn leven en die laat mij lachen en je zit verliefd op je eigen kind natuurlijk, hè? Dus die haalt mij daar wel boven. Ja. Ja. Hoe komen we dit door, hè? Heb jij hulpmiddelen nog, professor, voor Debbie? Heel belangrijk is het, denk ik, je hebt inderdaad het geluk, Debbie, dat je zoveel hebt aan je dochtertje. Dat speelt heel veel mee. Maar familie kan ook helpen, maar daarbuiten moet je inderdaad proberen om toch met zoveel mogelijk mensen contact te hebben. Contact mag zo gezegd niet, maar contact en contact is twee. Hè. Dus nauw contact mag niet, maar men vergeet soms is dat je met heel veel mensen wel contact mag hebben, zolang dat je dan de afstandsregel voorlopig respecteert. Kan je met mensen gaan wandelen, kan je mensen buiten ontmoeten. Maar Debbie, heb jij ook niet zo'n zin soms om eens iemand buiten jouw bubbel enorm goed vast te pakken, vast te stekken bij wijze van spreken? Ik heb daar zin voor. Jawel, dus ik vraag het aan jou. Dit kun je niet zomaar doen op straat. Ik kom hier. We zullen nogal graag opkijken. Ja. Zeker met corona. Maar de goesting is er wel, Debbie. Ja, tuurlijk. Ja, oké. Okay. Ja, het is... Oké, goed. Je bent bedankt voor te bellen, Debbie. En het is jammer dat ik jou niet kon zien. En ik vraag me af dat je er zo vrolijk uitziet en dat jij bent. Hè? Ja, eigenlijk wel. Ja, echt. Het is een gemis voor ons. Debbie, bedankt om te bellen. Dag, hè. Daniel is een goed uitziende man van 61 op zoek naar een partner. En die vindt hij niet. Hè? En Annemie
is een mooie dame, heb ik geschreven, en consultant bij een relatiebureau. Je bent vooral een intelligente dame, Annemie. Bon. En daarom vraag ik jou bij dit gesprek. Nu, Daniel, wat zoek jij? En waarom denk jij dat je het niet vindt? Bon. Moet ik nu heel open antwoorden? Wel, ik moet zeggen, Edwin en Annemie, ik ben eerst en vooral iemand die, hoe moet ik zeggen, ik kom eigenlijk maar voor twee dingen buiten. En dat is voor om te gaan werken en om boodschappen te doen. Mm. Voor de rest ben ik eigenlijk een huismus. Ik ben graag thuis. Ik ben bezig met de katjes. Ik heb altijd wel het een en het ander te doen. Maar natuurlijk, dat wil niet zeggen dat ik mij volledig wil opsluiten. Ik zou graag ook zo eens buiten een wandeling maken langs het strand of het bos met z'n tweetjes, gezellig hand in hand lopen. Ja, of ergens iets op bezoek gaan, samen eens een keer iets gaan eten. Maar ik doe dat allemaal niet, ik kom dood gewoon niet buiten. En dus daarom zit ik eigenlijk ook op de sociale media, gelijk op Facebook, omdat ik alleen ben, omdat ik ergens... Ik kom echt niet buiten voor de rest, hè. Ik kan ergens naartoe. Ik heb ook geen interesse om naar dansavonden of iets te gaan. Dat interesseert me weinig, eerlijk gezegd. Ik ben eigenlijk een hele... Ja, ik ben graag zo... Ik zit graag rustig. Zonder dat ik echt te veel buiten hoef te gaan. En zeker niet alleen. Ik vind dat echt niet gezellig. Dus. En ik denk ook dat een van de redenen is... Dat ik dood gewoon minder kans heb om op iemand te vallen. Hè. Ik kom wel in de supermarkt, zie ik natuurlijk wel voldoende aantrekkelijke vrouwen. Maar ja, dat is, het is niet om te zeggen van je stapt naar eentje toe. En om te zeggen van ja, zit je alleen? Dat lukt natuurlijk niet op die manier. Mag dat niet? Dus het is heel moeilijk voor mij om contact te krijgen. Wel, ik vraag het mij af. Hè? Vraag het aan Annemie. Mag dat niet, Annemie? Op iemand afstappen en vragen. Mag op iemand afstappen? Ja? Ja, tuurlijk mag dat. Maar ik denk... Ik heb niet de pretentie om te zeggen dat ik Daniel ken. Hè, want we zien elkaar ten eerste niet. En ik zou hem veel beter moeten leren kennen. Maar ik denk dat hij daar uit zijn comfortzone zou moeten komen. Om opeens op iemand af te stappen in de supermarkt. En ook, dat staat niet op de mensen hun voorhoofd geschreven. Dat zij single zijn of openstaan voor een duurzame relatie. We zitten in een hele speciale periode, hè? De coronaperiode, we komen allemaal veel minder buiten. Dus dat kan zeker en vast een eerste reden zijn. Nu, wat dat wel zeer belangrijk is, is dat ik op een gegeven moment zou graag aan Danja willen vragen, heb je al relaties gehad, heb je al langdurige relaties gehad die vernoemenswaardig zijn geweest tot nu toe, Daniel? Heb je geluisterd? Heb je de vraag gehoord van... Ik heb geprobeerd, maar de stem van Annemie klinkt echt voor mij op de achtergrond. Ik heb maar een kan je het nog eens herhalen, Annemie, alsjeblieft? Jazeker. Daniel, heb je tot nu toe relaties gehad, langdurige relaties, die vernoemenswaardig zijn geweest voor jou? Dus heb je tot nu toe langdurige relaties gehad, Daniel? Wel... ik moet zeggen, langdurige relaties. Ik heb een latrelatie gehad van een jaar of 10, laat dan zeggen, de afgelopen jaren. Maar dat is een relatie geweest waar dat ik me nooit goed bij heb gevoeld. Waarom? Dus waarom? Omdat die klik was er niet voldoende tussen ons. Bij mij was dat meer zoiets, zo is gezellig samen zijn. Om samen naar een tv te kijken, samen wat in teams te doen en dit en dat, niet alleen zijn. Maar echt die klik van echt dat... Oké, in het begin was er wel een beetje verliefdheid, maar eigenlijk, ja... Echt die klik om samen verder te gaan, die heb ik eigenlijk nooit gehad. En ik heb wel... Met de eerste keer dat ik samen woonde in het leven... Ik was 25 jaar en ik met iemand gaan samenwonen. Met iemand die een beetje ouder was, 32 jaar... En dat heeft bijna 4 jaar geduurd, maar dan is dat ook spaak gelopen. En voor de rest heb ik eigenlijk,
tussen deur wel vrouwen gekend, maar ja, niet echt om samen te wonen of iets. Dus ik ga je eens een hele brutale vraag stellen, Daniel. Maar het is heel zacht bedoeld. Is het leven, vind jij het leven waard om geleefd te worden als je alleen bent? Wel, ik moet zeggen, ik heb Edwin, de laatste tijd voel ik me echt niet goed in mijn vel. Hè. Ik ben verhuisd in september naar hier. En op zich, ik woon hier ontzettend graag. Ik heb dat hier kunnen huren. Ik woon hier in een bosrijke omgeving. Ik ben hier ontzettend graag. Het is hier gezellig, het is rustig. Maar ja, binnen een aantal jaren ga ik dan ook op pensioen. En dan vraag ik mijn eigen af. Ja. Eigenlijk was de bedoeling om in alle opzichten aan een nieuw hoofdstuk in mijn leven te beginnen. En ik denk alleen. Pas op, ik heb veel momenten, ik voel me dikwijls goed alleen. Hè. Ik voel me dikwijls goed alleen. Om iets, ja. Maar er zijn echt veel momenten ook dat ik echt wel denk van, ik heb toch iemand nodig voor de toekomst. Om, weet je wat, ik wil er niet alleen blijven voorstaan. Annemie, zeg maar. Dus het moet echt iemand zijn die op dezelfde golflengte zit. Hè? Want anders heeft het geen nut natuurlijk om... voor mij is dat wel belangrijk. Hè? Iemand die daar bij mij is en die daar toch dezelfde principes heeft, dezelfde ideeën over de toekomst, dat vind ik echt wel belangrijk, ja. Ja. Nu, ik denk wat misschien een interessante oefening voor jou kan zijn, Daniel, is dat je voor jezelf een keer een hele reflectieoefening maakt van wanneer mis ik iemand? Wanneer en wat zou een goede relatievorm voor jou kunnen zijn? Want er zijn verschillende relatievormen. Het kan een latrelatie zijn. Het kan zijn dat jullie elkaar gewoon vriendschappelijk zien en dat daar heel eventueel iets uitgroeit. Dus denk eens na over een relatievorm wat dat er bij jou zou passen. En dan een ander hoofdstuk dat je ook eens zou over kunnen reflecteren, is van wat maakt dat jij fysiek aangetrokken kan zijn tot een vrouw? Wat maakt dat jij emotioneel aangetrokken kunt zijn tot een vrouw? Wat maakt dat je intellectueel een connectie kan hebben met iemand? En bij wat voor iemand zou jij rust vinden? En ik denk dat dat heel goed zou zijn voor jezelf, van heel die oefening een keer voor jezelf te maken, dat is op te schrijven, dat je zo het beeld vormt van de vrouw dat je graag zou willen leren kennen. Natuurlijk, in een relatie ben je altijd met twee. Dan moet vice versa, moet er een connectie zijn. Maar dan heb je toch al voor jezelf een beeld. Wat zijn de waarden dat die persoon moet hebben? Hoe zie ik dat? En dan kan je voor jezelf uitmaken, ben ik bereid om mij emotioneel open te zetten voor iemand? En ben ik bereid om stappen te zetten in een datingverhaal? En dan zou je kunnen gaan zeggen, voilà, als je naar het datinglandschap kijkt, je kan spontaan iemand ontmoeten. In de lijst, zoals dat je zei, vrienden. Of je kan heel eventueel online eens voorzichtig een profiel aanmaken en eens gaan kijken van, al je vriendenkring al een klein beetje open doen. En zo spontane vriendschappen heel eventueel laten opbouwen tot een relatie. Heel eventueel zou je ook kunnen overwegen om je te laten begeleiden door een relatiebureau. Dat is een andere mogelijkheid. Maar ik denk dat misschien een interessante oefening voor je is om eerst en vooral dat profiel voor jezelf eens te gaan bepalen. En ook na te denken van, wie ben jij? Wat is jouw persoonlijkheid? Wat zijn jouw schaduwkanten? Dat je dat helemaal is... En wat doe jij graag gewoon in het leven? Wat zijn jouw passies? Wat zijn jouw interesses? Dat je dat beeld voor jezelf heel goed creëert en dat je dan misschien een klein beetje openstelt. Aan vrienden al eens zegt, ik sta er heel eventueel voor open om iemand toe te laten in mijn leven. En heel eventueel via een online dating site eens contact proberen te zoeken. Ja, ik... Dat waren heel verstandige en wijze woorden van Annemie. Professor, we hebben het eventjes aangeraakt. Of de mensen hebben het eventjes aangeraakt. Corona, de mensen zijn eenzamer, hè? Ja, ja, ja. Ze zitten opgesloten. Nu is het wel zo dat wij vastgesteld hebben in Daniel het onderzoek... Daniel zei het, hè? Ja, ja, ja. Hè? Maar mensen die in een relatie zijn die niet goed gaat, die voelen zich zelfs gemiddeld eenzamer dan mensen die
niet in een relatie. Zegt van, nu ben ik eventjes... Mensen in een niet goede relatie zijn gemiddeld eenzamer dan mensen die alleen zijn. Dat kan ik mij wel dus, bij voorstellen. Dus het hebben van een relatie op zich volstaat niet. Het moet dan wel een goede kwaliteitsvolle relatie zijn. Ja. En we zien dus ook bij mensen die alleen zijn. Dus zoals Annemie zei, ja, wat zoek je in een relatie? Want we zien ook mensen die alleen zijn, die er wel in slagen om gelukkig te zijn, omdat ze zich goed omringen met anderen. En op die manier toch die warmte, die betrokkenheid, dat sociaal contact toch kunnen realiseren. Dus dat is natuurlijk wel belangrijk, dat men het niet gaat bekijken als een fetisj van ik moet een relatie hebben, want dan ga ik gelukkig zijn. We zien jammer genoeg ook heel slecht lopende relaties. Ik bedenk plots iets. Annemie... Ik stel voor dat jij Daniel eventjes opvolgt en daarom nodig ik jou uit in de studio. Oké? Okay? Dat is perfect. Heel voilà. Graag. Ik nodig jou, want graag uiteindelijk noemt dit programma het Eenzame Hartenbureau. Laat alle eenzamen maar komen en Daniel is onze hoofdtarget. Oké? Okay? Dus Daniel, in een van de komende weken, volgende week of de week daarna, bel ik jou opnieuw op, ja? En ik blijf je maar bellen en ik blijf je maar volgen. Oké? Okay? Goed? Dus wij laten jou niet los. Dus jouw comfortzone is al een klein beetje doorbroken. Je bent al op televisie. Ja, ja. Maar ik wou, mag ik nog iets zeggen? Omdat nee, natuurlijk ik heb niet. Alles goed. Ja, uiteraard. Ja. Ja. Natuurlijk, Daniel, sorry. I was joking. Ik was een grapje aan het maken. Sorry, maar ik heb alles niet goed verstaan. Ja, excuseer me, natuurlijk mag jij nog iets zeggen. Ja, ik wou eigenlijk zeggen, dus ik heb niet alles goed verstaan van Annemie, maar en ook niet wat betreft van de professor heb ik begrepen, het ging eventjes over corona. Maar in mijn geval, dus heeft de corona geen invloed op de... Bij mij heeft de corona niks veel veranderd. Hè. Ja. Ik wil maar zeggen, dat is al jaren zo. Ik kom alleen maar buiten voor boodschappen te doen en werk te doen. Die corona heeft dat niet slechter of minder... Ja. Of maar Annemie heeft gezegd in het gesprek dat je heel zwaar in jouw comfortzone zit en dat jij je daar moet uithijsen. En dat is de kern van de zaak. Hè. Je bent een huismus, hè. Je hebt je daarin gesetteld. Hè. Je vecht er niet meer voor, vind ik. Maar kenmerkend voor een goede relatie is dat beide partners elkaar wel respecteren in hun verlangens, in hun behoeften. Dus we zien in goede relaties dat zij soms hun eigen sociale activiteiten hebben. De ene doet een bepaalde hobby, de andere doet een andere hobby. En dat gaat perfect. Wat wel opvalt, wanneer mensen in een relatie veel tijd doorbrengen in de natuur, is dat altijd bevorderlijk. Daniel zei zoiets van, ik besteed graag tijd in de natuur. Dus als je daar iemand vindt die dat ook graag doet, dat kan zeker bevorderlijk zijn, samen tijd doorbrengen. Samen de bossen in de natuur, en Daniel. En dan ook natuurlijk de wat we noemen de psychologische basisbehoeften. Dus de behoefte aan autonomie. Dus dat wil zeggen dat in een relatie dat je elkaar inderdaad de nodige autonomie moet blijven schenken om je ding te kunnen doen. Die behoefte aan betrokkenheid is enorm belangrijk. Dus dat gevoel dat contacten warm zijn. We zien in sommige relaties dat de mensen beginnen afstandelijk te doen aan elkaar. En dat is natuurlijk nefast. Dus die warmte, dat moet er kunnen aanwezig zijn. Daniel, allerlaatste vraag gaan we afsluiten. Annemie, ga jij trouwens in op mijn uitnodiging? Kom je? Ah, natuurlijk. Ja, oké, okay, dankjewel. Dat alweer een toffe gast, slimme gast. Daniel, laatste vraag. Wat voor soort vrouw zoek jij? Die kunnen schrijven naar het Eenzame Hartenbureau op moment. Ja. Hoe moet ze eruit zien? Wat voor soort vrouw? Wel, ik moet zeggen, dus in het mailtje dat ik naar u heb gestuurd, ben ik in grote lijn al een beetje van mezelf prijsgegeven. Maar eigenlijk het uiterlijk en zo, ik vind het uiterlijk, leeftijd, vind ik eigenlijk weinig belangrijk. Wat ik wel belangrijk vind, dat is, hoe moet ik het zeggen, ik wil iemand dus die dezelfde... ideeën heeft voor de toekomst. Dus wat is voor mij belangrijk? Dus uiteraard iemand die van natuur en de beestjes houdt. Hè. En voornamelijk, ik vind het toch ook heel belangrijk, liefst van al dan nog een kattenvrouwtje, ik zal het zo zeggen. Dus iemand die van de katjes houdt. Omdat ik, niet alleen omdat ik zelf katjes heb, maar ook omdat in de toekomst
ik speel ik zo met gedachten om iets met katjes te doen. Hoe moet ik het zeggen? Bijvoorbeeld de opvangen van katjes die ergens een beperking hebben. Ja. Dus het opvangen van katjes die een pootje minder hebben of blind zijn of doof zijn. Dat is iets wat ik wel ontzettend graag zou doen. Maar sowieso, de vrouw, het is heel belangrijk dat ze natuurlijk van de natuur houdt, van de biertjes houdt. En ook belangrijk voor mij, dat is toch iets dat ze niet rookt. Geen rook. Dat vind ik ook wel belangrijk. Ja. Goed, mensen kunnen schrijven naar, of beter, gaan naar de website van het Eenzame Hartenbureau, www.eenzamehartenbureau.be. En alle vrouwen, stuur jullie foto's, stuur jullie e-mails. En dan stuur je dat door naar Daniel. Maar wij blijven jou volgen, Daniel. Dat beloof ik jou. Ik laat jou niet los. En Annemie, jij bent welkom in de studio. Een paar dagen geleden belde ik naar de Universiteit van Gent met de vraag of ik enkele studenten kon spreken, zodat hun situatie ten aanzien van de pandemie in het daglicht kon gesteld worden. Je hoort er veel over, studenten die ongelukkig zijn, die alleen zijn, die alleen op kot zitten, enzovoort. Ik kan mezelf nog mijn eerste jaar in Leuven inbeelden. En dat eerste jaar heb ik enorm veel vrienden en vriendinnen gemaakt. En die mensen hebben nu, die in hun eerste jaar zitten, enkel hun computer, bij wijze van spreken. Dus dat moet verschrikkelijk zijn. Toen heb ik studentenbeheerder, ik lees het hier af, Nicolas aan de telefoon gekregen. Hij was niet echt onmiddellijk de man die ik zocht. Maar naarmate het gesprek vorderde, dacht ik van, hij is de man die in de uitzending moet komen. Dag Nicolas, welkom. Dag Edwin. Dag Nicolas. Je vertelde mij vooral over hulpprogramma's die studenten zelf opzetten voor andere studenten. Bijvoorbeeld de studentenpsychologie, die van allerlei initiatieven nemen. Vertel daar eens over. Ja. Wel, vanuit onze dienst hebben wij altijd proberen pleiten voor meer en veilige studentenactiviteiten tijdens deze periode. Omdat we beseffen dat onze studenten in isolement geraken en dat de mentale toestand niet aan het beteren is. We zijn eigenlijk heel gelukkig dat onze verenigingen verantwoordelijk zijn en met toch een positieve insteek aan het verhaal proberen te geven. En er zijn daar een paar heel succesvolle initiatieven bij. Ze hebben een speed date gehad, een online date. Ach, dat is mooi. Gent gaat daten. En dat was met meer dan 1000 deelnemers. Dat was een ongelooflijk succes. Hoeveel mensen hebben daaraan meegedaan? En dat was meer dan 1000 inschrijvingen in het totaal. En zijn er echte liefdes uit voortgekomen? Dat zal ik vragen aan de organisator. Dat had je moeten weten. Misschien zijn er wel koppels. Misschien komen er wel baby's van ooit. Dat is waar, hè? Well, ik heb er net op gehad met iemand. Die zei dat hij daar aan doel had genomen. Dus, het was een positieve ervaring voor mij. Ja. Speeddaten, dat is natuurlijk één ding, één dag. Ja, het ding is, de activiteiten zijn echt op digitale activiteiten. En dat is een beetje het jammere. Studenten tegenwoordig voor hun lessen moeten ze voor een computer zitten en willen ze dan sociaal contact en ontspanning. Is het vaak ook op je computer dat je moet zoeken. Dus om al mensen dan enthousiast te krijgen, moet wel heel creatief gaan zijn. Maar ze doen dat goed. Een ander voorbeeld dat ik u kan geven, een concept dat echt getailored is op studenten van verschillende jaren bij elkaar te brengen. Het moet nog komen, het wordt nu georganiseerd. Ik heb er net mee gebeld om ze mee advies te geven. Dat is de Jokerweek van de Loeiende. De Jokerweek? Ja. Ze willen eerstejaarsstudenten, tweede en bachelorstudenten samen als men goed geïnformeerd heb, de richting burgerlijke architectuur samenbrengen om zo de projecten van de opleiding aan elkaar voor te stellen, te helpen, tips te geven en dergelijke. En het zijn zo'n dingen dat we echt nodig hebben.
Ja. Maar dat lost toch de eenzaamheid niet? Toch wel voor een belangrijk deel. Waarom? Omdat, wel, ten eerste, het is heel belangrijk wat zij doen. Want we zien dat bij studenten het probleem het hoogst is. Bij jongeren zien we 35% die heel eenzaam zijn. Dat is dubbel zoveel dan bij ouderen. Ook ouderen zijn eenzaam, uiteraard. Maar bij jongeren is het nog scherper, nog manifester. En het doet mij denken aan de geluksdriehoek. In de geluksdriehoek, ik heb daar ook aan meegewerkt, en er zijn drie belangrijke factoren. Goed omringd zijn. Wat is de geluksdriehoek? Probeer dit eens te duiden. Ja, uiteraard. Dus Instituut Gezond Leven heeft die ontwikkeld. En dat is een Vlaams instituut dat eigenlijk werkt aan de gezondheid van de mensen, zowel de geestelijke gezondheid als de fysieke gezondheid. Die doen programma's rond voeding, rond beweging. Whatever. Maar nu ook die driehoek. Ja, eindelijk. En dan drie elementen. Goed omringd zijn. En dus, zij organiseren dingen die toch mogelijk zijn binnen deze moeilijke context, waar mensen toch het gevoel krijgen, op zijn minst, dat ze in contact zijn met anderen, zoals dat initiatief van Speedheden. Het tweede element van de driehoek is zichzelf kunnen zijn. Dat heeft met twee dingen te maken. Ofwel u nuttig kunnen maken, ofwel uzelf ontplooien. Als je dan initiatieven ziet dat sommige studenten zich nuttig maken en dat anderen dat toelaat om zich beter te kunnen ontplooien, is dat ook weer al een goed voorbeeld. Het derde is je goed voelen. En dat is heel moeilijk, zeker in deze tijden, maar dat wil zeggen dat je de kans moet krijgen om aan je gezondheid te werken. De fitnesscentra zijn gesloten. Ik heb daar vragen bij, maar goed. Maar dat is niet het enige. De mensen hebben te weinig kansen momenteel om echt aan hun gezondheid te werken. En je ziet dat een beetje bergaf gaan. Dat zijn de drie elementen van de driehoek. Dus omringd zijn, jezelf kunnen zijn en je goed voelen. En ik zie dat wat zij doen echt wel inspeelt op een aantal factoren. Het is een bewust domme vraag van mij. Want voor mij is ze bevestigend. Het antwoord: kunnen de mensen nu zichzelf niet zijn op dit moment? Het is veel moeilijker om jezelf te kunnen zijn. Omdat om jezelf te zijn, dat klinkt misschien ook contradictorisch, maar om jezelf te kunnen zijn heb je anderen nodig. Natuurlijk, uiteraard. Gelukkig worden kan je niet alleen als je ergens alleen op een eiland zit. Dus je hebt echt andere mensen nodig. En dan heb je mensen nodig zoals Nicolas, die verbinding gaan toch nog proberen te creëren. Dus die toch nog het beste van het proberen te maken in deze moeilijke tijden. Maar uiteraard, zoals het nu is, kan het natuurlijk niet blijven duren. Dus het is heel goed wat zij doen. Maar het probleem zou eigenlijk aan de oorzaak moeten aangepakt worden. Aan de Franstalige kant zijn er toch al meer en meer decanen en professoren die zeggen van, we moeten iets doen voor onze studenten. Want zoals het nu loopt, kan het niet lang verder. Ja. Is dat echt zo? Ja. Ja, zeker. Heb je dat gevoel ook, Nicolas, dat het water aan de lippen staat, psychologisch dan? Zeker. En waarom zeg je dat zo vol bevestiging? Omdat de studenten over al lang, ik kan niet per se geviseerd of gepest zeggen, maar de situatie is gewoon nooit optimaal. De lockdown was synchroon met het feit dat de rest zit in de blokperiode. Er is niets anders. Het enige dat ze kunnen doen is voor de computer zitten en maanden aan een stuk zonder op uitzicht om terug buiten te komen. Het is wel, Ik kan het niet beter verwoorden dan Nicolas. Dat is tijdelijk volhouden. We hebben dat ook heel goed gezien in ons onderzoek. Hè. De eerste periode, maart, april, zijn de effecten op het geluk van de mensen en zeker het geluk van de jongeren duidelijk. Die waren er al, maar veel minder dan onze meting in december. Daar zien we echt dat geluk gekelderd is. En sommige mensen doen altijd zo'n beetje meewarig over geluk. Ja, geluk is toch niet het belangrijkste. Ja, ik vind is het wel belangrijkste. Ja. En alle factoren die dat kunnen beïnvloeden, moeten we proberen terug op de rails te brengen. Ja. Want zoals ik zei, dit kan toch niet veel langer nog duren. Ja. Ik heb eigenlijk een vraag voor jullie. Hebt u een vraag voor mij nog, Nicolas? Voor mij, zei even stil zijn, Edwin, het was voor mij. Ja, oké. Oh. In uw onderzoek, kijkt u ook eventueel de zelfmoordcijfers? Nee. Het instituut Cienzano heeft dat wel bevraagd in oktober. Maar ze hebben de bevraging gedaan naar suïcidale gedachten bij de mensen. Oh.
Dat rapport heeft het... Zelfmoordgedachte. Dat is gepubliceerd geweest, maar heeft heel weinig aandacht gekregen. Dat was een rapport dat dateerde uit de tweede helft van september. Wij hebben het in onze studie in december niet bevraagd. Maar uit de studie van Cienzano kwam al een heel sterke stijging van... Het aantal zelfmoorden. Van zelfmoordgedachten. En ja. Uiteraard, we weten uit de literatuur, we hebben ooit een onderzoek gedaan over het belang van de zelfmoordlijn, die volgens mij ook niet genoeg aandacht krijgt. Daaruit weten we dat zelfmoordgedachten uiteraard ook kan leiden tot een poging. Ja. En dat krijgt te weinig aandacht, want... We moeten het bespreken, hè. Ja, we moeten het echt bespreken en proberen... goed, ja. Nicolas, je bent hartelijk bedankt. Om in dit gesprek deel te nemen. En bedankt voor de informatie. Wil jij nog iets kwijt op het einde van dit gesprek? Informatie? Of... Eerst en vooral bedankt, Edwin. Graag gedaan, Nicolas. Even, je bent meer op bezoek te komen. Ja, we gaan dat doen. Verder, als ik mag, uw Gent-collega's en studentenvereniging, chapeau voor die sterke werk. En blijf zo buiten doen. Weet je wat, na corona, laten we alles eens 3 een pint gaan drinken. Sowieso. Ja, voilà. Oké, goed. Bedankt, hè, Nicolas. Bye bye, dag. Vicky Leandros, après toi. Het is nog altijd een ongelooflijk nummer, hè, vind je niet? En dat enthousiasme waarmee die dat zingt. Dat is ook zo, hè, dat na 40 jaar, ik vind dat nog altijd... Die kracht dat daar staat als een huis, dat is... Ik heb een VIP aan de telefoon. Dag Jimmy. Dag Jimmy Frey. Dag meneer. Meneer de professor. Nee. Je hebt nu Edwin aan de telefoon. Maar de professor luistert mee. Zeker. Professor Allemans. Jimmy, we hebben daarnet heel veel mensen opgebeld. En we hebben gepraat hoe dat de coronacrisis hen mentaal, dus ook psychologisch... beïnvloed. We hebben studenten opgebeld, we hebben alleenstaande mama's opgebeld, we hebben de Hanse reutemeteut, als ik het zo mag zeggen, opgebeld. Ja. Nu, jij bent 82, je bent bejaard, we moeten dat is ook gewoon zo. Die coronacrisis, is dat voor jou iets komt dat extra hard aan? Of heb je het gevoel ik word getroffen net als iedereen? Vergeet niet dat ik overlever ben en ik was heel slecht van kanker, vergeet dat niet. Ah, ja, dus die dankbaarheid die ik heb voor mijn genezing en met het publiek die achter mij stond, want ik heb dingen meegemaakt. Ik weet niet, als je die avond meegemaakt hebt in het casino toen VTM begon. Ik heb daar een staande ovatie van 10 minuten gekregen en dat heeft me allemaal gepakt, laat ons zeggen. Het feit dat dat het publiek achter mij stond, heeft van mij een ongelooflijk dankbare mens gemaakt voor mijn genezing ook. Dus nu ik was dat is vergeten. Het ook zo. Mijn excuses, ik was dat vergeten, maar je hebt gelijk. Ik heb kanker gehad, hè. Vergeet dat niet. Juist, en heel erg, hè. Het was -2, hè. Nu, wat de corona betreft, ik ben zo dankbaar voor dat ik nog leef. En ik was 50 toen ik kanker had, dat ik dat accepteer. Het is zeer moeilijk. Ik voel me ook vaak alleen. Ik kan mijn vrienden en mijn vriendinnen niet zien. Maar ik aanvaard dat. We moeten patiëntie hebben. Hoe zeg je dat? Geduld. Geduld, hè? Je moet geduld hebben. En ik denk persoonlijk dat nog niet gedaan is. Dat we daar nog 2 jaar last mee gaan hebben. Het is zeer moeilijke, het zijn moeilijke tijden, maar ik laat me niet gaan. Ik leef nog en vergeet niet, ik heb 8 maanden, over 4 jaar hebben ze van ver gereden aan de zee. Ik weet niet of je dat weet. Dat weet ik, 8 maanden, 3 keer heel mijn heup open gehad. De heup eruit gehaald enzovoort. En door het feit dat ik een bacterie opgedaan heb. Een dodelijke bacterie opgedaan heb. Dus ik weet wat dat afzien is. En ik kan niet goed mee marcheren. Ik heb geweldig pijn als ik loop. Maar ik leef. En ik kan gelukkig nog een uurtje fietsen per dag.
En dat is het beste moment dat er niet te veel wind is. Ga ik gaan fietsen, wandelen met de fiets. Dat wil zeggen 10, 15 in duur. Ik mag niet harder rijden, want het doet pijn. Maar ik aanvaard dat allemaal. Ik vind dat we moeten geduld hebben en proberen zoveel mogelijk de reglementen dat ze ons op zeggen van die goed te respecteren, want het zal nodig zijn. Als ik zie. Wat ik ook zou willen zeggen, en ik profiteer ervan dat de professor daar is. Ik heb gehoord op televisie in een debat over 2 maanden... dat door het feit dat ik zoveel medicatie heb, wat voor betreft mijn heup, dat ik wel degelijk, het komt altijd goed, ik ben het aan het lezen hier, allergieën heb. En ik heb van verleden week voor ABRT de zevende dag contact genomen en ze hebben er niet over gesproken. Dat het een schande is dat ze niet meer de mensen verwittigen die dus een... Hoe noemt dat nu weer al? Ik kan dat woord niet onthouden. Er zijn nog dingen, maar dat zijn... Hoe noemt dat nu weer al? Zoek het maar, Jimmy. Ja. Doe maar rustig aan. Ja, nee. Allergie. Allergie. Dat, ik heb horen zeggen in een van de debatten dat mensen met allergieën riskeren van geen vaccin te krijgen. Vaccin te krijgen, ja. En ik zou daar willen iets meer over weten. Ik heb al 2-3 keren aan mijn dokteres gebeld. Ze weten nog niet, ze weten daar nog niks van. Het zal tijd worden, want door het feit dat ik zo oud ben, riskeer ik hier een van de dagen een bericht te krijgen dat ik moet gaan voor een vaccin. En ik weet niet als ik hem mag krijgen. Ja, dus wat dat hiermee te maken heeft, is wat ze dan noemen de anafylactische shock. Dus dat mensen die een overdreven allergische reactie zouden kunnen maken op het vaccin, niet over het actieve bestanddeel van het vaccin, maar op een bestanddeel dat gebruikt wordt in het fabriceren van het vaccin. En uiteraard in de studie zelf konden die mensen niet meedoen. Dus daar is inderdaad nog onzekerheid. Maar het is wel zo dat... je moet natuurlijk... Ja, nu moet ik ook opletten op wat ik zeg. Maar wanneer dat onder juiste begeleiding wordt toegediend en dat men ook niet gewoon zegt, hier is een spuitje en voilà, trekt uw plan. Dus dat men die mensen dan nog observeert, dan zou dat in principe moeten kunnen. Maar je hebt wel gelijk, Jimmy, dat je dat terecht aankaart bij je dokter en dat daar eigenlijk veel te weinig informatie wordt over gegeven. De informatie is nogal eenzijdig en gaat niet genoeg in op de nuance en op de veelzijdigheid van de problematiek die er kan zijn. Ja. Jimmy, we gaan het gesprek afsluiten. We hebben ook geen tijd meer. Nu, we hebben ruzie, Jimmy. Want ik wil Rozen voor Sandra draaien. Huh? Ja. En jij wil iets anders. Wat wil jij draaien? Van jezelf. Maar je draait wat je wil. Je nee. Jij wil zo mooi, zo blond en zo alleen draaien. Ja, en mijn voorkeur zou gaan naar Samenleven. Samenleven is trouwens... Ja, we hebben dat niet. Het nummer dat is uitgebracht op het moment dat je kanker had, hè, Jimmy. Dat was, ja. Je weet niet, als je weet wat dat de plaat verkocht heeft, Rozen voor Sandra, over de wereld. Hè. Ja. Ik heb 7 versies in gezongen. 1.800.000. Je moet er niet zijn dat je rijk bent, hè? Bedoel, dat is niet de bedoeling, hè? Daar moet je jouw geld. Dat is toch zijn verdiensten. Dat is zijn verdiensten. Nee. Kijk, wat wordt het? Wil jij nog iets zeggen, lief? Ik wou gewoon zeggen wat ik enorm bewonder is, wat hij straks zei, die acceptatie. Acceptatie wil niet zeggen dat je erin berust en dat je voor de rest alles over je hoofd laat heen gaan. Maar acceptatie wil eigenlijk zeggen, wat gisteren gebeurd is, kan ik niet meer veranderen. En die houding, die peace of mind die men in het Engels ook benoemt, dat is wel een sterkte die mensen hebben. En als je die kunt hebben, die sterkte, dan maakt u dat ook wel gelukkiger en minder vatbaar voor ongeluk. Ja. Jimmy, je bent enorm bedankt. Ik ga toch jouw zin doen. Ik ga jou dienen als een slaaf. En het wordt zo mooi, zo blond en zo alleen. En zo alleen. Dag Jimmy, dag. Dit was de eerste aflevering van het Eenzame Hartenbureau. Many more to come, nog vele te komen. Volgende week zondag om 10:00. Ik wil vooral Tom van den Neuvel van Lust for Life danken.
Zonder de hulp van deze man en zijn firma Lust for Life zat ik hier niet. En dat meen ik. Ik wil zeker ook professor Lieven Allemans danken voor zijn aanwezigheid hier. Wij blijven altijd vrienden, hoop ik. Sowieso, graag. En uiteraard Ment en het ganse team. Thanks. En tot volgende week. En zeker jullie bedankt. Hallo. Ja, bye.